Zo, wat ben je aan het doen? Ik oefen. Wat oefen je? Bergbeklimmen. Ik heb besloten dat ik bergbeklimmer wil worden als ik later groot ben. Ik dacht dat je astronaut wilde worden. Dat was gisteren. En eergisteren wilde je vrachtwagenchauffeur worden. Nu niet meer. Wij bergbeklimmers moeten ons een weg omhoog vechten door de vrieskou en bijtende wind. Huh? Het is niet koud. Het is heerlijk weer. Ja, maar... Maar goed, er zijn toch geen bergen in de buurt. Ooit misschien wel. Dag, Sue. Dag, Elsie. Tot morgenochtend. Hallo, Sue. Was het leuk op school? Weet ik veel. Zit je soms iets dwars? Hoe kan ik bergbeklimmer worden als ik groot ben? Als er geen bergen in de buurt zijn om te beklimmen? Ik dacht dat jij astronaut wilde worden. Dat was hiervoor. Nu wil ik bergbeklimmer worden. Misschien kunnen we. Weet je, toen ik zelf iets jonger was, heb ik ook regelmatig geklommen. Een paar heuvels op. En niet al te grote. En een berg. Echt waar? Waar? Oh, maar hier en daar. Ik heb behoorlijk wat bergen bedwongen. En één keer zag ik zelfs een verschrikkelijke sneeuwman. Wauw. Wat is dat dan, opa? Een verschrikkelijke sneeuwman? Wel, ze zijn erg zeldzaam. Ze wonen in het Himalaya-gebergte. Waar de Mount Everest is? Precies. En ze zijn groot en hebben heel veel wit haar. En ze lijken een beetje op een heel lang mens. Wauw. Maar ik denk niet dat ik er ooit een te zien krijg. Oh, je weet het maar nooit. Maar hou je ogen wel goed open. Wat? Gaan we berg beklimmen dan? Yep. Naar de hoogste top van het huis. Pak de klimspullen. Juist zo. We hebben een complete klimuitrusting nodig. Maar ja, waar hebben we die ook al... Aha, een vlag. Die planten we op de top van de berg. Dan weet iedereen dat wij als eerste de top bereikt hebben. Wauw, die moet mee. En dit touw. Bergbeklimmers binden zich aan elkaar vast voor het geval er iemand valt. Oh, het is een gevaarlijke sport. Ja, nou. Straks zien we de verschrikkelijke sneeuwman. Sorry, Pok. Zo, hebben we alles? Touw? Check. Tent? En slaapzakken? Check. En nog eens check. Onze pikkowelen? Check. Aha, we kunnen niet weg zonder... Rustig, opa. Helmen, die zijn nodig om ons te beschermen tegen vallende rotsen en zo. Pok heeft ook een helm nodig. Perfect, volgens mij zijn we klaar. Voorwaarts en opwaarts. Voorwaarts en opwaarts. We zijn bij kamp 1. Dus gaan we hier ons kamp opslaan? Oh, het is nog een beetje vroeg. Eerst maar iets hoger zien te komen. Ja, wie weet lopen we zo wel een verschrikkelijke sneeuwman tegen het lijf. Rustig maar, Pok. Je hoeft niet bang te zijn.
Dit stuk ziet er pittig uit. Ja, tenzij we ons daar goed vasthouden. Want we moeten onze vlag planten. Voorwaarts en opwaarts. Hoort u dat? Misschien is het een verschrikkelijke sneeuwman. Ik denk niet dat verschrikkelijke sneeuwmannen kunnen fluiten. Gelukkig maar. Oeps, sorry. Zo. Moet dit hierin? Dat gaat daarin, dat klopt, ja. Ja. Ah, ziezo. Wat is dit? Shh. Volgens mij hoor ik een verschrikkelijke sneeuwman. Zo klinkt het inderdaad. Hallo, schat. Het zijn Sue en ik. Wat spoken jullie hieruit? We zijn samen aan het klimmen, oma. Helemaal naar de top van het huis. Maar we rusten even uit op dit moment. We slaan ons kamp op, bedoel ik. Aan het klimmen, hè? Daar krijg je vast honger van. Wat dachten jullie van een stukje taart? Heerlijk, oma. Bedankt voor de taart, verschrikkelijke sneeuwoma. We moeten gauw weer verder. We moeten onze vlag planten op de bergtop. Klaar? Oh nee, ons kamp! We kunnen niet verder zonder kamp. We moeten, opa. We moeten die berg beklimmen. Goed punt. Voorwaarts en opwaarts. We zijn er bijna, opa. Ik zit achter je, Sue. Kom op, opa. Nog één laatste stap. We zijn er. Het is gelukt. We hebben de top van de berg gehaald. Tadaa. Drie hoera's voor de bergbeklimmers. Hiep, hiep. Hoera. Hiep, hiep. Hoera. Ben jij dat, Sue? Wat is hier gebeurd? Het lijken wel inbrekers. Ik ga de politie bellen. Dat is niet nodig. Volgens mij is dit meer een zoo-expeditie. Huh? Bergbeklimmers, hè? Nou, doe maar. Ja, Omi. En we hebben de bergtop bereikt. Ook al moesten we langs een verschrikkelijke sneeuwoma. Nou, twee zulke dappere jongens verdienen een grote, dikke kus. Bisou? Mam? Mam? Sue, wat heb je uitgespookt? Nou, weet je nog dat ik astronaut wilde worden? Maar nu dus niet meer. Nu wil ik bergbeklimmen worden. Dus opa heeft met mij... Opa? Opa, gaat het wel? Ik was aan het afdalen. Opa. Zo, dus je wilt bergbeklimmen worden als je groot bent, hè, Sue? Nou, ik weet het niet. Want je moet wel heel veel spullen opruimen als je weer van de berg afkomt. Ja, ik weet het al. Ik denk dat ik maar diepzeeduiker moet worden. Sue, nee. Dat was een geintje. Oh, Sue.